tekort is een raadselachtige ziekte, want ondanks dat er de afgelopen jaren veel onderzoek is gedaan, is er nog steeds weinig bekend over hoe chronische tekort nu precies ontstaat. Hier in het Leiden UMC doet Esther van der Vossen onderzoek naar erfelijk bepaalde gevoeligheid voor chronische tekort. En nou ben ik benieuwd of haar onderzoek antwoord kan geven op de vraag waarom de een wel chronische tekort krijgt en de ander niet. Esther, u doet onderzoek naar erfelijk bepaalde gevoeligheid voor chronische tekort. En wat houdt dat nou precies in? Het onderzoek naar deze erfelijke factoren bij chronische tekort houdt in dat we kijken of er verschil is tussen mensen die chronische Q-koorts hebben ontwikkeld, die het hebben gekregen, en mensen die precies dezelfde risicofactoren hebben, dus zowel geïnfecteerd zijn met de bacterie als dezelfde vaatwandafwijking of hartklepafwijking hebben, maar toch de ziekte niet hebben gekregen. En hoe komt u precies aan deelnemers voor dit onderzoek? De chronische Q-koortspatiënten zijn patiënten die ergens in Nederland in een ziekenhuis komen en behandeld worden voor de chronische Q-koorts. Dus dat zijn bekende patiënten. En daarvan wordt materiaal naar de onderzoekers opgestuurd voor dit onderzoek. We hebben hier bijvoorbeeld nog nieuw materiaal van een aantal nieuwe patiënten die meedoen aan het onderzoek. Wat we recent hebben ontvangen. Dus dit is echt materiaal van Q-koortspatiënten? Ja, op deze manier hebben we het grootste cohort chronische Q-koortspatiënten verzameld wat er bestaat in de wereld. Dit zijn er 24 daarvan. En we hadden dus al eerder een heleboel samples in de vriezer zitten. Ja. Wat hebben deze patiënten eraan dat u dit onderzoek doet en wanneer kunnen zij resultaten verwachten? Dit onderzoek is net gestart. Maar het is een kortlopend onderzoek. Dus wij verwachten in juni, juli de resultaten hiervan wel te hebben. Dat is heel snel. Dat is heel snel, ja. En wat betekent dat voor hen? Dit onderzoek heeft eigenlijk bestaat uit twee grote vragen. De ene vraag is welke genen en eiwitten spelen nou eigenlijk een rol bij het ontstaan van de chronische Q-koorts? Om straks misschien, als we dat weten, een gerichte therapie te kunnen ontwikkelen. En de andere vraag is, kunnen we aan de hand van kleine genetische variaties, dus verschillen tussen de patiënten en de controles, zien wie er verhoogd risico loopt op het ontwikkelen van chronische Q-koorts? Dus dat zou dan preventief nuttig zijn? Ja, inderdaad. En de chronische Q-koortspatiënten die we hiervoor gebruiken, die zullen daar zelf geen baat bij hebben, want die hebben de ziekte ontwikkeld. Maar voor mensen die het nog gaan ontwikkelen, dus bijvoorbeeld mensen die nu in de risicogroep zitten, of als er een nieuwe uitbraak zou zijn, die hebben daar baat bij. Dus onder het mom beter voorkomen dan genezen? Inderdaad.